Hallo allemaal, vandaag ben ik weer met een nieuwe video van Counter-Strike. En ik heb blijkbaar een screenshot gemaakt. Ik denk dat het komt door F12, ik weet niet zeker. Maar wat we vandaag gaan doen is, hoe heet het? Arms Race. En wat het inhoudt, je begint eigenlijk met een wapen dat niet al te goed is. En daarmee moet je kills maken. En zodra je kill maakt, dan wordt je wapen geüpgrade. Of niet per se geüpgrade, maar dan krijg je een ander wapen. En als je tenminste na 2 kills wordt je wapen geüpgrade naar een ander wapen. En zo ga je dus eigenlijk heel veel wapens langs. Totdat je bij level 16 bent. En level 16, dat is eigenlijk de Golden Knife. Oftewel een gouden mes. En als je met dat gouden mes iemand doodt, dan ga je gelijk een level omhoog. Dus dat is best handig. Ik bedoel, als je met dat gouden mes iemand killt, dan win je. Oké, ik heb nu één iemand gekillt, dus als ik nog iemand kill, dan ga ik een level omhoog. En als je de teamleader killt of iemand met een knife killt, dan ga je ook gelijk een level omhoog. Als je met een knife killt, dan gaat diegene ook een level naar onder weer. Dus dat is best interessant gedaan. Oh, ik ben nu de teamleader zelfs. Ja, zoals jullie zien ben ik een stukje beter geworden sinds de vorige aflevering. Ik zeg niet dat ik nu ineens super goed ben of zo, maar ik ben wat beter geworden. Even kijken. Ik heb 5 kills, 2 deaths, dat is niet slecht. Integendeel, het is best goed zelfs. Het is wel zo dat als je teamleader bent, dan krijg je zo'n rode rand om je heen. Dus kunnen mensen je vrij makkelijk vinden altijd. Dus je zult ook best vaak doodgaan als teamleader. Oké, ik ben nu in ieder geval niet meer teamleader. Maar het maakt niet zoveel uit, kan ik weer wat makkelijker kills maken. Oké, want kijk, zoals je ziet had die ene gast zo'n rode rand om scheen. En dat is omdat hij dan de teamleader is. Oh, waar zit een gast in onze spawn? Oh, hier is de gast. Wauw, waarom maakt hij zoveel kills? Oh, hij heeft gewoon een goed wapen. Oké, nu is het gewoon even wachten tot er iemand komt en dan kunnen we die vrij makkelijk killen. Of we doen gewoon zo. Ja, we gaan nu een stuk minder goed als in het begin net, maar dat maakt niet uit. We gaan dus nog 7 om 7, dus dat is een normale KD. Het is me trouwens wel opgevallen dat het vrij lastig is om commentaar hierop te geven. Omdat, nou, het eerste is niet heel veel dat gebeurt dat je kan zeggen. En ten tweede, is het best lastig om je hierop te concentreren en tegelijkertijd nog proberen ze echt eigenlijk non-stop te praten. Ik heb nu de AUG. Ik vind het zelf echt een super chill wapen dit. Oké, als ik hem even kill, dan heb ik ook weer gelijk het volgende wapen. Oké, als het goed zit een teamleader hier nog ergens.
Ja, kijk, als ik hem nu kill, dan ga ik gelijk een level omhoog. En dat wapen dat ik nu heb is trouwens ook best oké. Okay. Het is eigenlijk de AK van de counter-terrorist zit. Dus op zich wel een redelijk wapen. En een beetje doorschieten. En oh nee. Oké, dat is niet handig om te reloaden dan. Ik ben er over het algemeen niet heel erg goed in. Maar ik had net wel dat ik een keertje al bijna het Golden Knife had. Als ik nog één extra kill had, had ik de Golden Knife. En ja, Golden Knife is best goed. Oh, ze lopen met z'n tweeën dus rond nu in onze spawn. Oké, dit is de auto-shotgun. Dus een shotgun die eigenlijk voor automatisch is. En ik ga proberen mee hun spawn binnen te dringen. Ik heb in ieder geval één kill even meegemaakt in hun spawn. Want zoals u waarschijnlijk ook al weet, shotguns zijn beter voor kortere range. Dus daar probeer ik niet dat grote open stuk op te zoeken. Ah, oh, ik probeerde hem te knifen, maar dat lukte helaas niet. Oh, hij is ondertussen daarheen. Even kijken hoor, wat voor wapens moet ik hierna nog? Aardig wat. Het is altijd leuk als je snipers hebt. Met snipers is het vaak onmakkelijk om wat kills te maken. En daar krijg je nog wat pistolen. Die zijn vaak best wel vervelend, omdat het vrij lastig is om kills mee te maken. Waarom mis ik hem nou steeds? Trouwens, de reden dat ik af en toe mijn knife pak als ik een stukje loop is omdat als je de knife in je hand hebt, dan loop je sneller. Dus dan kan ik sneller weer verder vechten. Waarom raakte ik hem niet? Dit is trouwens ook echt een van mijn minst favoriete wapens, deze sniper die ik nu gebruik. Oh ja, yeah, ik heb de autosniper. Oké, nu heeft Iel dus het gouden mes. En als je met gouden mes vermoord wordt, dan, hebben de tegenstanders gewonnen. Oh, nou kijk, nu hebben we dus verloren omdat die gast met het gouden mes Iolt heeft vermoord. Maar laten we nog een potje doen. Dit potje ging niet zo heel goed. In het begin ging ik op zich wel redelijk, maar later dus niet meer. En trouwens, leek zo'n leuke map. Oh, safe house is ook oké. Okay. Maar sorry dat deze video te laat was. Ik moest gisteren veel leren voor bio. En dus daarom komt de video vandaag pas. Maar hopelijk vinden jullie dat niet erg. Het was nog gewoon een leuke video, denk ik. Hoop ik. Dat zeg ik trouwens volgens mijn best vaak zo, denk ik. Hoop ik. Ik weet niet, het is gewoon zo'n standaard ding wat je makkelijk kan zeggen. Ja, deze map is eigenlijk gewoon een soort van huis. Een landhuis met een grote tuin eromheen. Zoals je ook kan zien op het plaatje. En we gaan bij de counter-terrorists. Oh, ik had één assist.
Waarom zit ik met zoveel bots in het team? Bots zijn vaak niet zo heel goed. Ja, af en toe maken ze wel eens een kill, maar echt heel goed zijn ze niet. Het ook leukste in deze map is om hier zo te gaan zitten. Gewoon te wachten tot iemand aankomt. En dan kan je hier zo... Die springen heel vaak hier over dat hekje heen, zeg maar. En dan kan je ze heel makkelijk knijpen vaak, omdat ze niet opletten of er hier iemand zit. Het is een beetje flauw, maar... En die had ik net zo goed kunnen knijpen, maar het maakt niet zoveel uit. Dat is trouwens wel de teamleader die ik volgens mij killde. Ik vind dit wapen trouwens ook echt een rotting. Ah, ik heb het gevoel dat ik moet niezen, maar dat het niet lukt. Weet je wel, het is echt een rot gevoel. Dit is ook een goede plek om mensen te knijpen. Want mensen zagen nooit echt opletten of er hier iemand staat. Oké, okay, dat was een dubbel knife. Dat is vrij eenvoudig. Oké, okay, laten we dat nog een keer proberen. Of, nou, laten we eerst wat kills maar gewoon maken met de AUG. Omdat het een chill wapen is. Als ik dan van die shotguns krijg of zelf andere wapens die ik minder chill vind, dan ga ik gewoon weer lekker daar staan. Of gewoon nu weer. Ik had hem wel geraakt. Dat is in ieder geval iets. Oké, okay, laten we gewoon naar binnen gaan. Als je gewoon veel knife, dat is trouwens ook heel handig om snel levels omhoog te gaan. Omdat je altijd natuurlijk als je iemand knijft, ga je altijd gelijk een geheel level omhoog. Net zoals vaak de teamleader killen. Ook goed voor levels omhoog gaan. Hij heeft nu een sniper, dus hij... Als hij mij ziet, ben ik zo ongeveer dood eigenlijk. Oh, hij doet de deur dicht. Dat heeft inderdaad veel effect met zo'n deur. Oké, Ik ga op zich... Oké, ik maak niet echt heel veel kills, maar de kills die ik maak geven me wel veel punten, dus... Ik ga best redelijk. Die gast had ik daar gewoon even niet verwacht. Oh shit.
Waarom zijn er nooit mensen op het moment dat ik klaar sta ervoor? Ik ben weer een level omhoog. En wat heb ik nu? De Famas. Oké. Het is volgens mij gewoon wel een redelijk wapen. Oeh, die gast had me bijna genijfd. En ik had nog één kogel over. Dus als ik die niet had geraakt, dan had hij me sowieso genijfd. Ik hoor voetstappen, er komt iemand aan. Of niet. Wauw, waarom raakte ik die? Ik heb hem ook gewoon geen één keer geraakt. Het is gewoon knap bijna. Oké, wat heb ik nu? Volgens mij kreeg ik net een shotgun. Yep, ik heb een shotgun gekregen. Wauw, waarom kreeg ik automatisch dat wapen in mijn hand? Anders had ik die andere gast ook nog kunnen knijpen. Dat was zonde. Reloaden, ik wil hem niet bekijken, ik wil reloaden. Wij begonnen en... Oh nee, zij begonnen. En dit ziet er echt heel vaag uit. Hopelijk heb je hier geen epilepsie, want dan kan je hier problemen mee hebben. Zullen we nog een potje doen? Oké, als het nu leek wordt, doen we nog een potje, anders niet. Het ziet er niet uit of dat... Nou oké, we doen nog een potje gewoon safe house. Waarom ook niet? We zijn pas 18 minuten bezig, dus we kunnen... In principe kunnen we nog best wel een potje doen. Moet wel een beetje snel gaan. Want ik moet de video ook nog editen en online gooien. En ik heb ook geen zin om heel laat daar nog klaar te zijn. Dat doe ik eigenlijk wel binnen een half uur gedaan hebben. Nou, dat moet wel lukken in principe. En anders dan komt de video gewoon wat later. Maar dan is er wel een reden dat die later is. Hij is toch al te laat, dus wat maakt het nu nog uit? Hier kan je trouwens, ik kan niet met mijn handen aanwijzen natuurlijk. In dat kamertje kan je ook heel vaak daar zo op dat stuk heel veel mensen killen. Oké, dus gewoon hier zo gaan staan. En dan gewoon een beetje wachten tot daar mensen komen. Of je wordt daar vandaag gekild. Dat kan natuurlijk ook. Dat is een beetje het risico van dat hokje. Haha, teamleader geknifed. Ik hoor voetstappen. Ik weet niet of teammates zijn of niet. Volgens mij wel. Beetje omheen kijken. Ja, als ze daar vandaan komen, kom ik er niet bij met een mes. Tenzij je echt een heel lang mes hebt of zo, maar dat heb ik niet. Dus.
Wauw, ik krijg slecht. Dat is trouwens wel vervelend van deze game mode. Als je gewoon, zeg maar, als het niet goed lukt om mee te komen, dan heeft iedereen een tijdje heel goede wapens, behalve jij. En dan is het ook heel moeilijk om nog meer kills te gaan maken. Tenzij je gewoon gaat zitten knijven zoals ik nu ga doen. Of ga proberen in ieder geval. Je kan trouwens op twee manieren knijven. Je kan zo knijven of zo. En dit is volgens mij twee keer zo sterk of zo. Ik weet alleen niet of zo. Een shoten is het als je iemands rug raakt sowieso een kill. Maar ik weet niet of als je zeg maar op de snelle manier, dus zo. Ik weet niet of dat ook altijd een kill is als je iemand in zijn rug raakt. Waarom miste ik hem? Dat lijkt er meer op. Oké, daar kwam iemand voorbij. Eigenlijk hoopte ik dat die gast terug zou rennen en dat ik hem kon volgen met een knife. Dus daarom deed ik wat voorzichtig. Waar stond die gast dan? Oh, die stond daar zo. Hier zo. Oh, ik had helemaal niet gezien dat er nog iemand stond. Ik dacht gewoon dat de deur was. Vanwege zijn witte pakkie. Jee, ik killde hun teamleader. En ik moet de afstandsbediening even zoeken van een beeldscherm. Oké. Ja, een beeldscherm heeft iedere zoveel tijd dat ik hem eventjes op oké moet drukken. Want dan gaat hij automatisch zeg maar uit na een bepaald aantal uur. Dat is zo'n slaapmodus, zeg maar. Dat als je in slaap valt, dat je tv automatisch uitgaat. Dus ik moest heel veel bevestigen dat ik niet aan het slapen was, zeg maar. Oké, het moet nu haast wel lukken om iemand te knijven. Oh, ik dacht even dat ik hem. Ik dacht echt even dat ik hem had, maar helaas niet. Oh, dat was gewoon dom. Aangezien er twee mensen op me stonden te schieten. Ik knijfde net toch iemand of ben ik nou gek? Oké, dat ook, maar dat even terzijde. Jee. Alsof iemand gewoon hier zo de deur door komt lopen en het liefst heeft het team hier, dan ben ik gewoon in één keer. Ik wil van deze shotgun af. Ik vind het echt een irritant ding altijd. En dan krijg ik hierna nog een shotgun die nog slechter is. Of nou, niet nog slechter. Die ongeveer gelijk is, denk ik. Wat? Ik raakte die gast vol in zijn rug.
Oké, ik heb nu een sniper. Oké, een gast heeft de golden knife. Oké, ik heb nu nog een sniper. Ik heb een 4 killstreak. Oké, die sniper is niet... Dat is niet de beste plek om te zitten met een sniper. Je kan veel beter gewoon ergens hier op dat dak staan ofzo. Nu gaan we wachten tot er hier ergens iets spant. Oké, daar... daar ben je niet heel veilig voor. Ik raakte hem volgens mij wel net die ene gast, maar ik had hem toch niet heel dood om een of andere reden. Dit potje, 13-16, niet heel slecht, niet echt heel goed. Maar dat was het dan weer voor vandaag. Dan ga ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet een duimpje omhoog achter te laten als je het een leuke video vond. En laat een reactie achter met wat je de volgende keer wil zien. Ik ben bezig om Polybridge misschien terug te krijgen, want er zijn een paar nieuwe updates geweest, dus daar ben ik mee bezig. En ja, abonneer ook even als je dat nog niet gedaan hebt, want daar word ik ook heel blij van. En dan was dat hem weer. Dus tot zondag weer met een nieuwe video als het goed is. En dan zie ik je dan.